Het 296ste had opdracht gekregen onze stellingen opnieuw in te richten en te versterken. De loopgraaf die onze compagnie bezette lag bijna midden op de helling. In werkelijkheid was het de verbindingsgang in slechte staat die in één nacht gegraven was door de daar gelegerde troepen. Ze waren de volgende dag door zware granaten uitgemoord. Na een enorme verkwisting van granaten zijn de twee regimenten naar voren opgerukt en hebben eenvoudigweg de verloren stellingen heroverd, of beter gezegd, opnieuw bezet, want de Duitsers hadden zich al teruggetrokken zonder de confrontatie af te wachten. Dat wil niet zeggen dat de verliezen aan onze kant gering waren. Die plek was een grote berg van uit elkaar gegeten mensenvlees. Op de plaatsen waar de aarde bloed had gedronken, krioelde het van de vliegen. Je zag geen lijken, maar waarschijnlijk lagen ze onder een klein laagje aarde in de vlakbij gelegen granaattrechters. Hun aanwezigheid bleek uit de stank van rottend vlees. Overal lagen brokstukken, verbrijzelde geweren, gescheurde ransels, waaruit tedere brieven en angstvallig bewaarde dierbare herinneringen dwarrelden en door de wind werden verspreid. Er lagen ook gebarste veldflessen, schoudertas in flarden en op alles stond het nummer van het 125ste regiment. De eerste linie had tussenruimtes van zo'n 400 meter tussen afdelingen en compagnieën. We waren er daardoor niet zeker van of recht voor ons Frans of Duitsers lagen. De tussenruimtes werden zwaar gebombardeerd en waren absoluut onverdedigbaar. Die nacht kreeg sergeant Fontes van onderluitenant Lorius de opdracht een moedige man te vinden. Hij moest mee op verkenning om te ontdekken of zich voor ons soldaat van de Kaiser of van Poincaré bevonden. Zonder uitrusting, alleen met een geweer, bajonet en twee dozen patronen vertrokken we. De maan gaf een beetje licht en het terrein waarover we liepen was door zeefden omgeploegd. Net alsof er pas een aardbeving was geweest. Hier was geen leven meer in de natuur. Na enkele honderden meters in die chaos leken de grenzen van de horizon oneindig nietig. We voelden ons verloren in het midden van een uitgestrekte woestijn. Het was onmogelijk te bepalen waar we naartoe gingen of waar we vandaan kwamen. Plotseling hoorden we een verward geluid van stemmen. Angstig spitsten we onze oren. Maar al gauw hoorden we een paar luide vloeken die deden vermoeden dat hier mensen uit het zuiden van Frankrijk in de buurt waren. Het was een ploeg fourageurs uit mijn vroegere 21ste compagnie. Deze soldaten gaven ons waardevolle inlichtingen en vertelden dat een deel van de voorste linie op ongeveer 200 meter voor ons lag. Ik vroeg hen of ze die dag verlies hadden geleden. Helaas, antwoordde zij, we zijn goed begonnen. De kapper Cabanel is dood, sergeant La Florency is dodelijk gewond en nog een heleboel anderen. Op het moment van onze aankomst vlogen de kogels ons om de oren en hoorden we een kreet van gereutel in de loopgraaf. De schedel van een soldaat was verbrijzeld door een van de kogels die door een mitrailleur op de hellingen van de Mordomme waren afgevuurd.
We waren om 9:00 s'avonds nog maar net terug of op de heuvel 304 barsten mitrailleurssalvo's los. Op de klanken van deze duivelse muziek, kapot van moeheid, kroop ik in de loopgraaf en sliep bijna net zo makkelijk in als thuis bij het geluid van de regen in de goot. In de namiddag opende de Duitse artillerie, ongetwijfeld ingelicht door de vliegers, zeker 2 uur lang het vuur op heuvel 304. Hoeveel tonnen projectielen moeten er niet op deze heuvel zijn gevallen? Geestelijk in de war en afgestompt door de ontploffing in onze buurt, verwachten we elk moment gedood te worden. We lagen met onze neus op de grond ontzet en totaal aan de war over de manier waarop ze nu weer mensen afschrikten en probeerden te doden. Dat is zo'n drukontsteker die jullie hadden. Maar dit kan ik nu pakken, hè? Ja, ja, hier is niks gevangen erbij. Dit is zo'n kopper die is gewoon platgeslagen, hier ergens opgekomen. Ja, die is helemaal, ook zo'n drukontsteking. Ja, wel een grote kaliber. Platgeslagen. Ja. En hier zit het mechanisme nog op. Ja. Maar uiteindelijk als je hierin gaat graven zal je of van die ronde balletjes zien. Ja. En ook wel eens tegengekomen. Dit is een Duitse handgranaat, zo'n steelhandgranaat. Ja, dat is in de Tweede Wereldoorlog. Zie, dus hier zit dan ook zo'n houten steel aan. Ja. Het clipje. Dat is eigenlijk de enige granaat die je fatsoenlijk op kan pakken. Ja. Want dat was een waardeloos ding. Het ding is van blik. En het was meer een brandgranaat eigenlijk dan dat het echt explodeerde. Ja. Dus wat ze ook vaak deden was eentje in het midden en 5 eromheen. En dan met een ijzerdraadje aan elkaar om nog iets... Vuurwerk gewoon. Ja. Die zijn gebruikt maar niet afgegaan. De Duitsers die wilden die top hebben, omdat ze Le Morton aan wilden vallen. Alleen hier stond het Franse artillerie. En ze waren daar dus bij Le Morton bezig en dat wilde gewoon niet lukken. Omdat constant werden ze van rechts werden beschoten door Côte Triervoort. Okay. Dus nou gaan we eerst wel naar Côte Triervoort toe, gaan we die vangen en dan Le Morton. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Ze zijn op de berg gekomen, ze zijn nooit eraf kunnen komen. Want aan de andere kant heb je dus het Maasdal met de 3 forten zitten. Nou, ja. Die bestookten gewoon constant die zijkant. Dus elke stap die ze eraf deden, ja. dat kwam niet goed. Ja, goed. Ze zijn echt tot op de berg geweest. Ja. Ja. Toen de beschermende duisternis die heuvel 304 bedekte... plaats moest maken voor het falen licht van de dageraad... trokken we ons als uilen terug in onze holen... die uitgegraven waren in de wanden van de loopgraaf. Maar verschillende keren werd onze loopgraaf door die duivelse granaten beschoten. We hoorden het afschieten van de granaatjes en hun gesis als van een adder nog niet, of ze waren al ontploft en de zwarte rook was verdwenen. Het was een marteling. Een Frans handgranaatje. Een complete slagpin. En, ja, die dingen zijn eigenlijk levensgevaarlijk. Dus goed dat we er niet op trapten. Maar die Fransen die pakten zo'n ding en die sloegen dat kapot. Of dat, die drukten dat ding, die slagpin in en gooiden het dan. En dan moet je maar afwachten wanneer die ontplofte. Maar dat ligt hier dus nog gewoon in het bos. Dus dit hele stuk, dat hele perceel, dat is nog niemands land. Ik zat in mijn eentje aan het uiteinde van onze gang, weggedoken in een klein gat, toen plotseling een grote granaat op 3 of 4 meter afstand van mij insloeg. Door de kracht van de luchtdruk werd het tentzeil weggerukt waarmee ik mij tegen de zon en de vliegen beschermde. Zelf had ik het gevoel dat ik onder iets verpletterd was. Ik bleef een paar seconden liggen omdat ik geen lucht meer kreeg. Het was de adem van de dood die ik gevoeld had. Ze zeggen dat die ijs koud is. Ik vond hem eerder schroeiend heet. Hij was dwars om me heen gegaan. Vanaf mijn samengeperste hersenen, mijn geplette hart en longen, tot aan mijn slappe benen. Ik was weer een keer in de dood ontsnapt. Door. Helemaal ongelooflijk.
ogen, jullie ongelukse journalisten. Jullie beweren cynisch dat onze soldaten opgewekt en enthousiast zingend heuvel 304 en de Mordom bestormden en door hun meerdere nauwelijks ingetoomd konden worden. Waarom waren jullie deze dag niet hier om dit droevige defilé van menselijke wrakken bij te wonen? Het leek wel een kudde schapen die naar het slachthuis werd gebracht. Ach, als de doden van deze oorlog uit hun graf konden opstaan. Ze zouden die hypocriete monumenten in stukken slaan, want degenen die ze oprichten hebben hen zonder medelijden geofferd. Want wie heeft durven roepen, genoeg bloed gevloeid, genoeg doden, genoeg verdriet? Wie heeft openlijk zijn goud, zilver en geld voor de oorlogsleningen durven weigeren? Na jaren van nachtmerries, terug bij mijn familie, geniet ik van het leven, of beter gezegd, van het herleven. Ik geniet van een stil geluk, met dingen die ik voor die tijd niet opmerkte. Bij de haard of aan tafel zitten, in mijn bed slapen, wakker worden. En de luiken horen klapperen in de wind, die door de hoge platanen waait. De regen horen kletteren tegen de ruiten, de serene, stille sterrennacht zien. En bij donkere nachten, zonder maan terugdenken, aan dezelfde nachten daar in het noorden.